mensen kunnen daar dan op klikken. Waar ik nu even op wil inzoomen, is bezoekerswerving via de website Watch. Linda en Wendy hebben het net al uitgelegd. Je hebt gewoon de mogelijkheid, je krijgt een inlogcode om je eigen pagina, je eigen profiel aan te maken op de website van de Watch. Dat was inderdaad 2 jaar, tussen 4 jaar en daarvoor 6 jaar geleden ook al het geval. En wij als Apex hebben daar heel dankbaar gebruik van gemaakt. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, Linda liet het net ook al zien. Ik heb even een schermkopietje van vorige week genomen van het Watch News. En wat zie je aan de linkse kant? 2 keer een artikel van Apex Dynamics staan. Het voorbeeld wat Linda net gebruikte, zag ik ook 2 keer een artikel van Apex Dynamics staan. Oftewel, op dit moment, wij zijn daar al erg actief mee en lijkt het gewoon te werken. Hoe werkt dat dan? Dat laat ik even zien. Als je inlogt op fai.nl, mijn FAI, met de gegevens die je van Linda en Wendy kunt krijgen, of althans van het Watch Team kunt krijgen, dan krijg je hier deze pagina met een dashboard en alles, profiel. En de belangrijkste knop voor ons is hier de nieuws items. Als je daarop klikt, dan krijg je te zien de aantal nieuwsschermen die je al gevuld hebt, of het aantal nieuws items die je al gevuld hebt. Nou, zoals je ziet in dit scherm, zie je al 6 artikelen van Apex klaarstaan om gepubliceerd te worden. Ik weet dat dat voor heel veel mensen abacadabra is, van nou, hoe moet ik nou zo'n nieuwsitem vullen, moeilijk, internet, daar heb ik marketing mensen voor, maar dat kan ik zelf niet. Het is echt heel erg eenvoudig. Als je een beetje wegwijs weet in hoe een website, dat hoeft eigenlijk nog niet eens, want hier zie je al het scherm hoe het werkt. Je voert een titel in, je voert een heel belangrijke publicatiedatum en een tijd in waarop je het artikel gepubliceerd wilt hebben. En daaronder in een WYSIWYG scherm eigenlijk, what you see is what you get, kun je het artikel invullen op die pagina. Nou, rechtsboven kun je dan het artikel bijwerken en op het moment dat je dat gedaan hebt, dan zal je op de datum die je opgegeven hebt en de tijd die je ingegeven hebt, zal het artikel automatisch op die nieuwspagina's van de Watch verschijnen. Is het moeilijk om die tekst allemaal te verzinnen? Voor ons niet, want Linda noemde het ook al, content is heel erg belangrijk tegenwoordig in de wereld van internet. Onze website staat vol met content. Zoals je ziet, dit is een pagina van onze eigen website. En eigenlijk is het artikel wat we op de Watch nieuwspagina publiceren een kopie van de pagina die al op onze eigen website staat. Dus je hebt natuurlijk heel veel nieuws te melden vooraf aan de Watch. Maar je hebt al waarschijnlijk heel veel nieuws wat je ook kunt gebruiken, wat je regelmatig kunt publiceren. Wat wij gedaan hebben is, wij hebben een maand of 3 geleden al een export gedaan van alle nieuwsitems op onze website. Hier zie je er een klein deel van in een Excel sheetje staan. Uiteindelijk waren dat 122 artikelen en iemand is een dag bezig geweest om die 122 artikelen op die website van FAI, mijn FAI, te plaatsen en heeft voor elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 10 uur dat geagendeerd. Dus tot aan september, tot aan de beurs, en daar hoeven we nu niets meer voor te doen, wordt er elke dag om 10 uur, behalve op vrijdag, maar die komen nog, want daar gaan we het echte nieuws natuurlijk publiceren. Maar elke dag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag om 10 uur, automatisch komt er een artikel op de website van de Watch, zoals ik het net liet zien. En het allermooiste is, niet alleen de bezoekers van de website van de Watch kijken mee, maar ook Google kijkt mee. Dus op het moment dat je dit doet, word je dus actief op internet en de robots van Google die merken dat op. Er is activiteit in de combinatie Apex in dit geval en Watch. Dus ik heb op de Apex Watch gezocht en de eerste 4 berichten die ik krijg zijn dus die artikelen die op de website van de Watch zijn gepubliceerd. Nou, iemand die weet hoe weet hoe Google werkt. Dit soort domain authority is gewoon heel belangrijk om in allerlei zoekmachines, maar ook in de zoekwoorden die je zelf opgeeft, teruggevonden te worden op Google. En op die manier trek je dus mensen niet alleen naar de website, maar ook nog eens een keer naar je eigen website. Dus een heel krachtig tool. Uiteraard hebben we ook op onze website heel prominent het logo van de Watch staan. Staat er nu al op met de link naar entreekaart.